We gaan naar het eerste onderwerp. Dat is het onderwerp in Noordwijk Rout. Deze dagen. De Schelft. We hebben het er eerder over gehad. En ik denk dat we het er nog wat vaker over gaan hebben. Dat het wel een onderwerp is dat regelmatig terugkomt. De politiek heeft erover gesproken. Floor Vink, ik weet dat jij die discussie gevolgd hebt. Die politieke discussie over de Schelft. Was je nou na afloop van die politieke discussie een beetje gerustgesteld? Nou, ik heb de eerste commissievergadering beluisterd en de tweede. En ik vond dat de tweede er wat positiever uitzag. De politiek was minder bezig met zichzelf en met allerlei wethouderspootjes te lichten. Maar ik heb nou de indruk dat men een beetje nadenkt over waarover het gaat. En zeker de mensen vanuit Noordwijk Rout die nogal flink in de bus blazen. En dat is ook logisch, gezien de volgend jaar de verkiezingen. En ik denk dat de raad in ieder geval een beetje heeft wat Noordwijk Rout nodig heeft. Oké. Kees van Paas, je hebt een belang, laten we het zomaar zeggen. Hè? Toneelvereniging Odi, hè, als ik het goed heb. Ben jij een beetje gerustgesteld? Heb jij alles gevolgd? Nou, nog niet op alles gerustgesteld. We hebben natuurlijk de gesprekken gevoerd met de politiek. Met name aangevoerd door, of de regie was onder leiding van de Kanny in de Vaten. En daarbij proef je wel een positieve stemming. Daarbij is eigenlijk wel het verhaal van nou, die tijdelijk al moeten ZSM komen. En daar willen diverse partijen zich ook hard voor maken. Ja, en verder is dat dan een beetje afwachten. Ik heb begrepen dat mogelijk de nutsvoorzieningen dadelijk een probleem gaan worden voor de snelheid. Want daar zit een wachttijd op van 3 maanden en dat is een stuk langer. Dat hadden we hier natuurlijk ook bij het laantje, zeg maar, op het gebied van de berg verder gehaald, waar 10 woningen zijn gekomen die toen er niet in konden omdat ze nog geen gaswater en licht hadden. Oké, dus voor de tijdelijke voorziening is dat een probleem, bedoel je? Voor de tijdelijke voorziening, ja. Ik had gehoopt dat we in september al, en nou, september mag ik op mijn buik schrijven, mag blij zijn of we er het 4e kwartaal in kunnen. Maar dan, dan kunnen we weer gaan bouwen. En dan kunnen we weer de goede kant op gaan. Maar er was toch sprake van dat die tijdelijke voorziening, die is aan de overkant van de afgebrande Schelft, aan de overkant van de weg, dat die voor Odi niet geschikt zou zijn? Odi die heeft inderdaad nog een paar gesprekken om daar wat aanpassingen door te voeren bij het plan van eisen. Wat er precies op hangt, weet ik niet. Ja, wij van de badminton willen eigenlijk zo snel mogelijk weer in het eigen dorp aan de gang. Omdat je nu ziet dat recreanten die stoppen ermee, want die willen geen dorp verderop. Mensen willen hun kinderen niet brengen naar Voorhout. En daarnaast zie je dat de wedstrijdspelers eieren voor hun geld kiezen. En bij een andere vereniging gaan competitie gaan spelen. Ja, en kunnen jullie in zo'n tijdelijke hal spelen als badmintonvereniging? Is dat voldoende voor jullie? Nou, voor mij, zoals het in het plan van eisen staat, zou het moeten kunnen. En wat het betreft, laat ik eerst maar naar Luc Meeuwenhoort gaan. Luc, jij bent van de feesten en partijen, tenminste vroeger zal ik maar even voorzichtig zeggen. Hoe heb jij het nou gevolgd? Volg jij het nou intensief of een beetje krijg je af en toe er wat van mee? Ik volg het zelf intensief. Maar ik heb wel een hoop kanttekeningen. En persoonlijk vind ik dat de gemeente het niet echt allemaal goed aanpakt. En dat is heel erg persoonlijk. Maar ik vind zeg maar dat de gemeente het eigenlijk nooit echt goed heeft aangepakt. Zeker niet tegenover Noordwijk Rout. Want een hoop verenigingen, een hoop bedrijven, die zijn toch wel op het einde altijd wel een soort van besodemieterd door de gemeente. Oh jee. En ik geloof dat dat nu weer gebeurt. Wat bedoel je dan? Wie besodemiet het waarover wat? Kijken we naar de andere carnavalsvereniging. De Keienbijters die toen een plek op de BAVO zouden krijgen. Die hebben we uiteindelijk niet gekregen. En daarna een hoop poespas en een hoop valse beloftes. Is het toch niet allemaal goed voor die vereniging uitgepakt. En ik denk dat er ook een hoop andere verenigingen in Noordwijk Rout daar te maken mee gaan krijgen. Een hoop valse beloftes. En ik geloof sowieso dat de gemeente Noordwijk een hoop mooie dingen in Noordwijk wil hebben. En niet in Noordwijk Rout. Maar geloof jij werkelijk dat op een bepaald moment de gemeente zegt van er komt geen nieuwe Schelft? Dat gaat toch niet gebeuren?
Nou, dat hoop ik niet, want ik heb me horen vertellen dat ze dan hun verzekeringsgeld niet uitkrijgen betaald. Of dat dat niet wordt betaald. Dus er moet wel terugkomen als ze, als ze dat bedrag terug willen. Maar buiten dat om, denk jij dat de gemeente Noordwijk het kan maken richting heel Noordwijk Rout, zou ik bijna willen zeggen, door op een bepaald moment te zeggen van, we doen maar even geen nieuwe Schelft? Nou kijk, als je, er gebeuren sowieso een hoop vreemde dingen sinds de fusie. Want een hoop vergunningen die worden opeens weer teruggefloten. En dan bedoel ik Komen en Co, die betaltent op de Brink. Dus ik vind dat er sowieso best wel vreemde praktijken worden gespeeld. Oké. Nou ja, wie weet. Kees van Paasen, die definitieve nieuwe Schelft. Gaat die er komen of heb je een beetje de onrust van Luc? Nou, die gaat er wel komen. Maar ja, de vraag is natuurlijk met name het zwembad. En daarbij hebben we toch eigenlijk wel, heeft het college eigenlijk gezegd, zonder zwembad. Ja, en daar zie je dus dat in de hele Bollestreek is er onvoldoende instructiebad. Dus ook daarvoor zou eigenlijk een Schelft nodig zijn. En in de gemeente Noordwijk hebben we nou geen wedstrijdbad meer, omdat het bad in Noordwijk 2 centimeter te kort is. Nou, een mooie gelegenheid om hier wel een wedstrijdbad te maken. Dus met name, denk ik, als je daar, en dat zal misschien wat langer duren voordat die definitieve Schelft er is. Maar in wezen zijn er ook zwembaden die zijn energie neutraal. En dan kan je natuurlijk een hele hoop van de exploitatiekosten afhalen. Met name de exploitatie zoals die in het rapport van Olmo stonden. Ja, die zijn eigenlijk gebaseerd op de laatste jaren, waar eigenlijk op die sport al een grote negatieve invloed had. Dat moet voor een groot aantal mensen moet dat veel beter kunnen. Qua exploitatie en dus ook op die manier goedkoper voor de gemeente. En hoe bedoel je energie neutraal? Energie neutraal is dat je geen gasverbruik netto. Laat ik het zo maar zeggen. Dus dan kan je denken aan zonnepanelen op het dak en een aantal dingen meer. Maar ja, de grootste deel van de kosten gaan natuurlijk zitten in op temperatuur houden van het water. Ja, precies. Als je die kosten weghaalt, dan zou het een stuk rendabeler kunnen. Nou ja, ik denk op dit moment spitst de discussie zich toe, die Schelftje komt er. Maar dat zwembad erbij. Het college heeft eigenlijk gezegd van nee. En een aantal partijen die denken daar nog over na. En eigenlijk vanuit de verenigingen zeggen we eigenlijk dat zwembad moet er ook bij komen. Ja, maar wat heeft een badmintonvereniging? Jullie zijn solidair met elkaar of zo, dat je zegt het zwembad moet er komen? Want jij als badmintonvereniging heb je niks aan het zwembad. Sorry, nog een keer hard. Nou ja, je bent van de badmintonvereniging, dan heb je niks aan een zwembad. Maar jullie zijn solidair met elkaar of zo? Of hoe werkt dat? Ja, nou ja, je wil eigenlijk met de verenigingen weer terug hebben wat er was. En ook als Noordwijk Rauten wil je weer terug hebben wat er was. En ja, een van de dingen waar de gemeente vooral mee zit, is dat er eigenlijk meer parkeerplaatsen moeten komen. En dat zit me eigenlijk in gemeentelijk beleid. En ja, wat ga je daarvoor opofferen? En daar vandaan denken ze aan een kleinere hal. Nou ja, hebben eigenlijk in de wijk maar 2 keer per jaar verkeersoverlast. Ja, en dat is denk ik ook op te lossen. Alleen ja, de gemeente zelf zegt van ja, als wij ondernemers bepaalde eisen opleggen qua aantal parkeerplaatsen, kunnen wij niet daar zelf een uitzondering voor zijn. Nee. Dus daarmee zoeken ze eigenlijk naar een manier om misschien de Schelft wat kleiner terug te laten komen op hetzelfde terrein. Kan dat? Kleinere Schelft, zou dat ook goed zijn? Ik vind eigenlijk dat die hal eigenlijk het liefst zo terug moet komen als dat die was. En dan kan je ook weer de dingen organiseren die er waren. Maar je moet natuurlijk wel gaan kijken hoe je hem beter 24/7 kan benutten. Als dat gedaan werd. Ja. En dat je op die manier de kosten voor de gemeenschap een stuk lager houdt. En daar zitten de meeste politieke partijen eigenlijk een beetje tegen het kostenplaatje aan te kijken. Ja, wij vinden dat kostenplaatje niet helemaal reëel. Oké. Floor Vink, hoeveel kans geef jij de terugkomst van een zwembad? Nou, ik even terugkom op Luc. Luc had het over dat er niet geluisterd wordt. Ik vind ook dat er slecht geluisterd wordt naar verenigingen. En dan gaat men gewoon zijn eigen gangetje. En voor de rest denk ik dat ik het eens ben met Kees. Dat de Schelft er in ieder geval komt. Maar de grote hangijzer zal in ieder geval het zwembad worden. En als je dan van de week die commissievergadering beluistert, dan is er geen wedstrijdbad hier in de omgeving. In ieder geval niet waar je op zaterdag en zondag kan wedstrijd zwemmen. De rest moet natuurlijk ook 24/7 bezet worden. En ik denk dat daar de grote uitdaging ligt. En die uitdaging die zal door een aantal mensen in ieder geval opgepakt moeten worden.
En waarom ben je het eens met Luc dat er niet geluisterd wordt naar de verenigingen? Nou, ik vind dat men weer uitgegaan is van, volgens mij, en in ieder geval, of ik moet het helemaal verkeerd begrepen hebben, weer van een groter zwembad. En met allerlei andere faciliteiten. Ik denk dat Noordwijkerhout gewoon simpel een zwembad nodig heeft. 25 meter, 6 banen. En daar kan je gewoon instructie doen. En je kan allerlei andere dingen doen. Zoals de reddingsbrigade en zoals de zwemvereniging. En Noordwijkerhout is geen kuuroord. Nou moet je gewoon kunnen zwemmen. Dat is het enige wat wij hier in ieder geval Noordwijkerhout zouden willen hebben. Dus er moet geen modder in het zwembad, bedoel je eigenlijk? Bijvoorbeeld, zo is het. Oké, duidelijk. Luc, die tijdelijke hal, daar kunnen wel feesten gegeven worden. Dat moet jouw Noordwijkerhouts hart toch goed doen? Ja, natuurlijk. Maar ik wil gewoon een... Ik zou ook graag weten van, joh, wat komt er dan na die tijdelijke hal? En hoe lang blijft die tijdelijke hal? Kijk, ik ben bang, zeg maar, van ja, we brengen een tijdelijke hal en dat we over 20 jaar nog met een tijdelijke hal zitten. Ze hebben nu, nou misschien kunnen we hem erbij pakken, ze hebben, dat is vrij vers, ze hebben een soort van stappenplan bekendgemaakt, de gemeente Noordwijk. En dan in de vorm van een infographic, dat is natuurlijk supermodern, zal ik maar zeggen. Misschien kunnen we die er even bij pakken en dan hoop ik dat jullie hem ook kunnen zien. Kijk, ik hoop dat jullie het kunnen lezen of niet? Ja, ja. Kijk. Nou, we beginnen bovenaan. Nou ja, dat is even terugblikken natuurlijk. Welke mogelijkheden zijn er? Dan gaan we naar beneden toe. Het woordje gesprekken zien we. En ik hoop dat we naar beneden kunnen scrollen. Ja, kijk, bekijken wat voor iedereen belangrijk is. Bepalen wat we gaan doen. En dan komen de stappen als we iets naar beneden gaan. Nog meer naar beneden. Helemaal naar beneden. Kijk, op 9 juni een discussie in de gemeenteraad. Zowel over de tijdelijke hal, het zwembad en het nieuwe De Schelft. 22 juni voorstel tijdelijke hal. En 29 juni... geeft de gemeenteraad de richting aan voor een nieuwe De Schelft. Dit zal daarna verder worden uitgewerkt. Luc, als je dit ziet, wat vind je ervan? Nou, het brengt mij nooit, brengt mij geen hoop. Nee? Nee, want de gemeente heeft al in het verleden echt heel veel dingen al beloofd. Aan sommige verenigingen, aan sommige ondernemers. En telkens gaat er toch weer wat fout. Oké, maar als... Ja, ik zit hier niet namens de gemeente, maar ze schetsen nu een bepaald besluitvormingsproces. In het najaar misschien wel een definitieve schelft. Dat kost het 3 à 4 jaar om een nieuwe schelft te bouwen. Dus als dat zo lang duurt, moeten ze al heel snel beslissen voor een nieuwe schelft. Maar jij ziet dat absoluut niet zitten. Ik zie het wel zitten. Ik zie alleen het vertrouwen tussen de burger en de gemeente zie ik wat minder. En hoe zouden ze dat dan, hoe zouden ze Luc Meeuwenhoort kunnen overtuigen, die gemeente Noordwijk? Ik denk het eigenlijk niet meer. Helemaal niet meer? Dus er is geen beginnen meer aan? Nee? Nee, kijk, weet je wat, kijk het verzet tussen de Noordwijkerhouters en de gemeente Noordwijk wordt ook alleen maar meer. Oké, dus op de achtergrond speelt het hele fusieverhaal ook nog een rol? Natuurlijk speelt dat nog een rol. Want? Ja, want. Mensen voelen zich, besodemieterd. En dat Noordwijk alle mooie dingen opeist. Dus de dorpskern Noordwijk en dat Noordwijkerhout en de Zilk de achter worden gelaten. En misschien hebben die mensen ook wel gelijk. Kijk, de fusie speelt nog gewoon, dat speelt ook nog gewoon mee. Mensen zijn er nog steeds niet blij mee. Maar als je nou bedenkt dat de oude gemeente Noordwijkerhout nooit gespaard heeft voor een nieuwe schelft. En ze wisten dat het eraan zat te komen, de vervanging van de schelft. Dus ze hebben nooit gespaard. En nu wordt dan toch, zeg maar door iedereen in de gemeente Noordwijk, straks een bijdrage gevraagd aan een nieuwe schelft. Ze hadden ook kunnen zeggen, joh, de oude gemeente Noordwijkerhout heeft nooit gespaard. We zetten een klein hutje terug. Bekijk het maar. Dan kom je nog meer weerstand. Want dan zeggen al die Noordwijkerhouters, ja en, moeten wij wat betalen wij nu mee zeg maar, aan de gemeente Noordwijk, waar die nooit voor hebben gespaard. En dat zullen ook wel een aantal dingen zijn. Kijk, en natuurlijk, en dat zeg ik ook weer, de gemeente Noordwijkerhout heeft weer een fout gemaakt. Net als zoveel fouten die ze hebben gemaakt, waar de gewone burger weer moet voor opdraaien, of naar de gewone burger wordt weer niet geluisterd, en de gewone burger wordt weer besodemieterd. Oké, dus bij jou is er geen redder aan, ook al informeren ze je dagelijks met een stand van zaken, dan helpt dat nog niet, begrijp ik. Het vertrouwen tussen de burger en de gemeente is heel klein. Oké, en je hebt niet een bepaalde wonderoliemiddel, zal ik maar zeggen, om dat te herstellen? Ja, hadden we dat maar.
Nou, dan gingen we het verkopen, denk ik. Kees, speelt het op de achtergrond dat er een bepaald wantrouwen is met zeg maar de fusie als achterliggende reden? Nou ja, dat, aan de ene kant moet je daar overheen proberen te stappen. Je moet gewoon constructief gaan kijken naar wat zijn argumenten om hiermee verder te gaan. En ik denk gewoon als je gewoon objectief kijkt, dat je gewoon ook een sporthal... Kijk, het hoeft niet eentje met gouden kranen te zijn en architectonisch verantwoord. Dat zit bij de Noordwijk Routers niet in. Dat geeft gewoon een basis sporthal. En dat sfeertje maken we zelf wel. Dat hebben we in het verleden bewezen. Maar dan heb je inderdaad in dit soort discussies, wat ook naar voren kwam, was bijvoorbeeld dat er ene keer nog een potje 5 ton zat voor het onderhoud. Nou, als we dan zelf zien hoe lang we met die badmintonnen lopen te emmeren, dat het onderhoud niet gedaan werd, dan denk ik van, nou, die 5 ton, die kan je in ieder geval alvast daarvoor gaan reserveren. Ja, en dan heb je natuurlijk ook de verzekering. Hoeveel dat precies is, wat daarvan komt, daar is nog wat onduidelijkheid over. Omdat de gemeente die kan die cijfers niet bekendmaken, omdat ze dan zeg maar in het aanbestedingstraject bang zijn voor de consequenties daarvan. Dus er is wel de vraag van, ja, hoeveel geld is er nou eigenlijk beschikbaar? En ja, er zijn in het verleden fouten gemaakt. Dan kan je zeggen, er is niet gereserveerd door de gemeente Noordwijkerhout. Maar dan moet je eigenlijk, denk ik, als gemeente Noordwijk vanaf wat geweest is, is geweest. Je staat nu ergens en je moet eigenlijk de consequenties dan pakken en daarmee verder. Kijk, je hebt die discussie ook gehad met het politiebureau bijvoorbeeld. Dan kan je dan ook zeggen van, er is nog steeds onduidelijk of dat ze dat hun eigen spullen teruggekocht hebben. Ja, daar, op een gegeven moment stap je er ook overheen, want je moet door. Nou, dat moeten ze met de schelftap doen. Oké, en ben jij zo somber gestemd als Luc, dat je denkt van we moeten echt goed opletten, anders gaat het nog steeds niet door het feestje? Of heb jij het idee dat in het najaar wel een definitieve klap op een al of niet een nieuwe schelft wordt gegeven? Nou ja, ik heb afgelopen woensdag tot 11:30 zitten luisteren naar de gemeenteraad en de volgende ga ik er weer naar luisteren. En ja, het leeft wel, alleen ja, je weet niet hoe ver je op een meerderheid kan rekenen. En ja, ik wil eigenlijk gewoon ook het liefst dat er meters gemaakt worden en niet dat we weer opnieuw met een haalbaarheidsonderzoek en dat soort dingen gaan. En ja, daarbij zie je dus dat er een aantal dingen die in het plan van Olco stonden, dat daarbij kan je je vraagtekens zetten. Alleen ja, daarvoor zijn de cijfers te globaal om het echt hard te kunnen maken. Maar er zijn wel gedachten dat het met een veel lager exploitatieoverschot kan. Ja, en je ziet dat de meeste politieke partijen toch vooral naar de kosten zitten te kijken. Ja. Aan de andere kant is Noordwijk geen armlastige gemeente. En we hebben een aantal grote projecten gehad in de gemeente. SJC, VVSB en dan hebben we eigenlijk op de schelf na is alles weer modern. Nou, dan denk ik, dan pak die schelf ook mee. Ja, duidelijk. Alle faciliteiten goed geregeld. Floor Vink, slapeloze nachten, want jij zit ook bij de carnavalsvereniging, of valt het mee? Nee, ik denk dat ik wel kan inleven met Kees. Ik denk dat er van najaar in ieder geval klap gegeven wordt op het hele verhaal. Maar je zou eigenlijk veel liever hebben dat het veel sneller zou gaan. Nog even terug op die infographic. Nou, wat staat er precies? Ja, er staat een stappen datalijstje van wat gaan we doen voor de rest. Maar bekijken wat iedereen belangrijk vindt, dat hebben we volgens mij al lang gedaan. In 2015 is er door de gemeente Noordwijkerhout al een onderzoek gedaan. Hebben alle verenigingen een zegje gezegd met de schelp zou moeten gebeuren. Met andere woorden, dat weet iedereen. Als je dat ding leest, ik heb hem hier al naast me staan op een kantoortje. Want zo ben ik dan ook alweer. Dan lees je dat weer even na. Dan zeg je, ja, waarom doen ze nou zo moeilijk over het zwembad? Een 6-baans 25 meter bad zou klaar zijn. En dan kan je eigenlijk zo verder met het hele project. Maar over hoeveel geld hebben we het? Want wij hoeven het zelf niet te betalen. We moeten het wel zelf betalen. Maar de gemeenteraad moet natuurlijk wel. Die kan niet achterop een bierveeltje beslissen over 25 miljoen euro. Nou ja, Art, ik heb dat toevallig vanmiddag nog even na zitten pluizen. 5 jaar terug kostte het al 12 miljoen en een zwembad en een schelft om een nieuw neer te zetten. Ik weet dat de bouwkosten ontzettend verhoogd zijn. En als je nou op 16 uitkomt, dan denk ik dat je niet zo heel erg veel rare sprongen maakt. Oké, dus jij denkt dat het bedrag wel gaat meevallen, dat ze het naar beneden bij kunnen stellen. Want nu wordt er gesproken over 20 miljoen en meer. Ja. Oké, nou, we gaan het ongetwijfeld komt het onderwerp weer terug. We hebben net het schemaatje gezien. De besluitvorming kunt u natuurlijk ook volgen, want die vergaderingen zijn gewoon te volgen via de website van de gemeente Noordwijk.